kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een hele grote lente shoplog voor jullie. Alvast een disclaimer. Ik heb het opgestuurd gekregen, maar ik krijg er niet voor betaald. Dus dat, dan weten jullie dat. Ik zal alle items hieronder in de beschrijving zetten. En het is echt mega veel. Dus ja, het wordt echt wel een XL shoplog. Ik moet zeggen, er zijn nog 2 pakketjes niet binnengekomen. Dus die ga ik aan het eind van deze video nog, wanneer het wel is binnengekomen, opnemen. Het is nu weekend, dus ik hoop dat het vandaag nog binnenkomt. En anders moet ik nog een paar dagen wachten. Maar goed, dat komt aan het eind van deze video. Dus we gaan gewoon beginnen met wat ik nu heb binnengekregen. En het is echt weer veel. Ik ben heel erg benieuwd. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ben Floor. En laten we snel beginnen, want ik ben heel erg excited. Eerste pakketje is van Asos. En die heb ik wel zelf besteld. Eerste item. Oeh, die vind ik gelijk ook echt mega leuk. Dat is namelijk dit satijnen rokje. Oh, enig. Kijk dan. Heel erg leuk. Hij heeft namelijk van die laagjes. Zoals je kan zien. En het is een beetje zo'n zandkleur. Het lijkt op beeld wel heel erg fletsch. Maar dat komt ook wel door mijn ringlamp. Het is best wel een beetje grauw buiten. Maar het is echt zo'n mooi satijn zandkleurig rokje. En ja, je ziet wel heel erg goed natuurlijk die elastieke band. Maar daar kun je gewoon een riempje omheen doen. En dan vind ik hem echt enig. Heel erg leuk. Ik heb hem in de maatje S. Heel leuk. Helemaal blij mee. Oh, ik heb toevallig net ook iets van Chiquel binnengekregen. En dat is dit shirtje. Maar hoe leuk is die volgens mij met dit rokje? Oké, je snapt het idee. Volgens mij is dit echt heel leuk samen. Leuk setje. Nou, nice. Volgende item is dit roze ding. En deze vind ik ook echt mega leuk. Even kijken. Dit heb ik in de maatje SM. En dit is een superleuk spijkerjurkje. Hij is dus wat langer. En hij is heel leuk. Oud roze, daar hou ik echt van. En hij is ook echt lekker zacht. Oh, super. En hij heeft hier gewoon mooie aansluitende mouwtjes met een zilverknoopje. Of is het goud? Het is goud. Oh, super. Want ik draag ook goud. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. En ja, het is een prima kwaliteitje. Zo voelt hij. Met de schouwe knoopjes ook in het midden. En hier een leuk bandje. Waardoor je een beetje taille creëert. Mega leuk. Ik hoop dat hij past. En ook deze is echt mijn favoriet. Wat is er, Sean? Nee, doe ik zo. Dit jurkje dus. En hij is echt nog iets oud rossiger dan beeld. Op beeld lijkt hij wat grauwer, vind ik. Maar hij is echt super leuk. Ik ben helemaal verliefd. En dan met die gouden knopen en dan al die gouden sieraden zo. Is die echt super leuk. En ik heb nu ook die Dr. Martens er zo onder. Helemaal geslaagd. Dan heb ik als laatst bij hun nog een sieraad besteld. Zoals ik zei, ik draag goud. En ik heb heel veel zilveren sieraden en ook een paar gouden. Maar ik wil wat meer goud, zodat ik wat meer kan afwisselen. Dus ik ben op zoek gegaan naar gouden sieraden. Een groot zakje. Voor 1 sieraad. Oh, heel leuk. Ik dacht dat hij wat lomper was eigenlijk. Wat robuuster. Maar hij is echt super schattig. Best wel klein. En dat vind ik eigenlijk nog leuker. Het is namelijk een goud kettingje. Met een slotje, zoals je kan zien. Dus die vind ik wel echt heel erg leuk om gewoon te combineren bij de rest van mijn kettingen straks. Nice, deze. Oké, dan gaan we door naar het volgende pakketje. En deze is van My Jewelry. En My Jewelry die verzendt altijd echt heel erg leuk in die roze panterprint zakjes. Is toch erg dat ik dat weet. Laten we hem openmaken. Ik weet niet meer wat ik heb gevraagd eigenlijk. Dus one big surprise. Oké. Laten we beginnen met het bovenste, het zakje. En het lijkt mij dat hij hier weer sieraadjes in zitten. Oh, oh, het valt er allemaal uit. Oh, nog best veel. Als eerst een scrunchie en deze is wit. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Deze vind ik heel leuk. Een witte, oeh, hij is ook echt wel wat harder. Het is nog net geen leer, zeg maar. Een witte scrunchie, deze. Nou ja, dat is altijd handig en leuk om te hebben in je kast. En die valt natuurlijk ook overal mee te combineren. Oh my god, deze vind ik heel leuk. Dus ga ik gelijk in doen. Dan deze My Jewelry oorbelletjes. En deze zijn echt van die ronde hoep, zeg maar.
best wel robuust, dus wat dikker. Ik ga ze even uit de verpakking halen. Even kijken. Oh, deze vind ik echt heel erg leuk. Deze is €14,95. Als er prijskaartjes aan zitten, dan zou ik het wel zeggen hoe duur ze zijn. Lijkt mij wel dat overal prijskaartjes aan zitten. Maar dit is hem. Super mooi vind ik deze. Kijk, als ik zo doe, zie je wel hoe dik ze zijn. Ja, deze vind ik echt heel erg mooi. Die ga ik echt gelijk in doen straks. Oh, helemaal blij mee. En dan heb ik nog één oorbelletje. Maar dit is zo'n earcuff. Want ik wil dus nog hier zo'n helix. Zo bovenaan je oor. Dat is een helix. Maar die moet je piercen of schieten natuurlijk. Maar ja, alles zit nu een beetje dicht. Dus daar moet ik even mee wachten. Daarom heb ik wel een earcuff. En een earcuff kun je altijd in je oor doen. Ik zal even het prijskaartje afhalen. Deze is €9,95. Oh, deze is echt heel mooi. En goud wederom. Volgens mij heb je alles ook gewoon in zilver. En die heeft zo'n heel mooi bedeltje eraan. Met zilveren diamantjes. Deze vind ik heel erg mooi. Een soort bloemetje. Nou ja, die kun je dus gewoon zo aan je oor vastmaken. Zou ik het proberen? Zonder spiegel. En een boshaar. Er zit gewoon zo'n opening. Dus dan kun je hem gewoon zo om je oor steken, zeg maar. En dan een beetje aan. Ik heb echt geen idee wat ik heb gedaan en of ze goed zit nu. Ik kan het ook niet echt zien. Ik heb helemaal een rood oor van, joh. Maar goed, volgens mij is het echt enig. Ik moet straks even goed in de spiegel kijken. Het voelt ook best wel grappig. Ik heb nog nooit een earcuff ingedaan. Of gehad. Ik heb het wel eens ingedaan, maar nog niet echt een eigen earcuff gehad. Maar goed, dat ga ik zo even goed in de spiegel doen. Ik weet niet of die nu goed zit, maar ik vind het echt heel erg leuk. Dus nou, heel erg bedankt. Oh, helemaal blij hè, met sieraden. Ik heb laatst ook, toen mijn vriend Sander, die moet elke dag zo wat heel vroeg uit bed om te werken. En het was dus iets van 6 uur na en ging om 10 uur al slapen. Maar ja, ik ben gewoon vrij, dus ik ga niet om 10 uur slapen. Ik was gewoon nog echt niet moe. Dus wat deed ik? Sieraden bestellen om 12:30 s'nachts of zo. En het was iets van €50 aan gouden sieraden. Dus, applaus to myself. Trots. Maar helemaal blij. Ik ben helemaal into de sieraden. Maar goed, dat was natuurlijk nog niet het enige. Oh, het wordt zo'n teringman hier. Oh, wat veel dozen en spullen. En plastic. Is ook het laatste item. Superleuk. Dit is een... Oké, hij is echt heel erg lang. Dus die ga ik niet passen. Dus ik moet hem innemen. Maar goed, alles zit nu dicht. Dus... Dat moet ik maar na deze situatie allemaal gaan innemen. Maar dit is een hele leuke flare broek. En omdat de ringlampen zo fel opschijnt, kun je eigenlijk bijna niet goed de kleur zien. Maar het is echt een beetje beige, zandkleurachtig. En een mooi ripstofje. Even kijken of ik het mooi in beeld kan krijgen. Kijk, nu kun je het wel goed zien. Dit is het stofje. En dit kleurtje klopt ook ongeveer wel. Het is echt... Heel mooi beige. Hij is super dik, dus hij schijnt absoluut niet door. Het is echt een dikke stof. In de zomer of zo is die echt te warm. Maar goed, ik vind hem echt nice. Dus deze en dit kleurtje heb ik ook helemaal niet. En die is wederom ook weer heel erg leuk met dat chiquel topje of shirtje. Die bij dat rokje heel leuk was. Leuk, oh, ik ben helemaal excited. Dus deze. En deze heb ik in de maat S voor €39,95. Is die dus echt heel erg leuk. Dus super leuk. En hij is lekker zacht. En hij schijnt dus niet door. Maar het moet alleen een stukje af. Dus. Next. Dit pakketje van Comget Fashion. Ik heb namelijk... Oh, er zitten allemaal papiertjes in. Dit superleuke zwart-witte gestreepte jumpsuitje besteld. Die vind ik echt heel erg leuk. Ik weet niet of je het een beetje goed kan zien. Maar dit is gewoon een jumpsuit met... Ja, een leuk kraagje. Lijkt een beetje op zo'n blazer dress, maar het is gewoon een jumpsuit. En er zit ook een mooi ja, touwtje bij, wat je dus om je middel kan knopen. En de achterkant heeft ook heel erg mooi kontzakjes. Zijn het echte zakken? Nee. Dus dat is op zich wel mooi, want gaan ze ook niet zo wijd uitlopen. Ja, ziet er goed uit. Ik hoop dat ik hem pas, want dat is altijd nog een beetje de vraag. Maatje S heb ik deze aangevraagd en er zit geen prijs bij, maar... Dat kan ik denk ik hierop wel zien. Hij was €59,99. Heel erg leuk. Straks ook voor in de lente. Ik heb schoenen besteld ook nog. Die komen ook nog later binnen. Wegens de situatie nu met leger en zo allemaal. Maar dat zijn echt die hele oude. Ze bestaan echt al mega lang. Die witte Nike Air Force One voor dames.
echt heel veel hebben ze al. Ik ben echt heel laat, I know. Maar ik heb ze altijd al mooi gevonden. En ze blijven gewoon nog leuk. Dus ik heb ze gewoon besteld. En ik denk dat ze hieronder echt super cool zijn. Nice. Dan het volgende merkje is Tess V. Oh ja, dat is wel leuk. Ze hebben echt leuke kleren. En ook leuk dat ze wilden samenwerken met mij. Oh, wow. Big surprise. Volgens mij zit hier een hele tas in. Oh, dat vind ik enig. Dat vind ik moet ophouden met enig. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik echt super leuk. Oh my god. Ik hou daarvan. Daar kun je allemaal dingen in doen. Kijk dan. Zo'n mooie gouden, beetje brons eigenlijk, shopper van Tess V. Heel leuk. Echt helemaal blij. Eventjes kijken. Allemaal boekjes. Oh, ik ben helemaal verwend. Dit zijn nog wat kaartjes die ik erbij heb gekregen. En dit, ze hebben ook een online showroom. In de showroom en een online webshop natuurlijk. Elke week nieuwe items. Nou, heel leuk. Kijk hoe leuk dit kaartje ook ontworpen is. Nice. Dan heb ik nog, oh my god, ik vind dit heel leuk. Dit kaartje gekregen. Kijk hoe leuk dat pantetje ook. Heerlijk. En er zit gewoon nog een to-do planner boekje in. Notitie. Kijk hoe leuk. Met hun merkje. Ik ben helemaal flabbergasted. Dus die ook nog. Nou, thank you. Uiteraard alles in de beschrijving gelinkt. Goed, dan gaan we beginnen. Met hun kleding. Als allereerst dit shirtje. Los Angeles. En hij is €29,95. Deze. Deze vind ik echt heel erg leuk. Kijk, de printje. Dit word je toch vrolijk van. En dit leek me dus heel erg leuk. Dit is een wit shirtje. Best wel groot valt hij. Volgens mij heb ik ook in een maat S. Maar hij valt dus best wel groot. Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Maar dit vind ik ook heel erg leuk. Boven gewoon een shirtje met een knoopje in het shirt. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En kijk die felle kleurtjes. Die zijn ook super cool. Beetje oranje met blauw en roze. En dan die palmbomen. Ja, gewoon een leuk simpel wit shirtje met een leuke print erop. Altijd handig. En dit vind ik heel erg leuk straks voor in de lente of in de zomer. Dus dit is het eerste item van hun. Dan gaan we volgen naar het volgende item. Sorry, maar ik ben helemaal in mijn nopjes met deze tas. Helemaal leuk. Oké, eens even kijken. Oh, wat leuk. Heel leuk. Dit jasje. Oh, wat een vloerjasje zeg. Oh, ik vind het echt oprecht zo leuk allemaal. Ik hou van kleren. Het is echt bizar. Ik heb ook echt een koopverslaving. Maar goed, dit jasje. Een spijkerjasje. Het is echt spijker. Dus dat vind ik echt super cool. En het lijkt wel een beetje op die Zara jasjes die iedereen heeft. Die zwarte. Ik heb hem ook, dus... Hè? Maar deze is echt nice. En hij heeft dus allemaal van die franjes. Dat vind ik, daar hou ik van. Met zilveren stutjes erop. En de achterkant heeft dat uiteraard ook allemaal. Spijker, dus echt mega leuk. Voor in de zomer. Met festivals uiteraard. Maar die gaan waarschijnlijk allemaal niet door. Deze is €44,95. En die had ik volgens mij ook in een maatje S. Dus ja, deze. En hij heeft ook nog op dit kraagje rafeltjes en ook stut. Dus ja, ik vind hem echt enig. Hij is echt heel erg leuk. Oh, ik moet kappen met enig. Oh, ja, sorry. Maar goed, deze. En dan gaan we naar het laatste item. Oh, dit is echt een heel dik stofje. Ik had verwacht dat het echt een dun stofje was. Maar dat is niet erg. Maar goed, in de zomer of zo straks is het wel een beetje warm. Ja, dit is een beetje moeilijk laten zien. Maar dit is zo'n... wrap top in het oud roze. Super mooi. Het is echt dat gebreide stof. Een beetje zo'n truistof. Dus het is wel lekker warm. Maar goed, hij heeft dus van die ja, banden hier. En die kun je dan zo poep, poep, zeg maar, ja, aanknopen. Je zou het in de aanbeelden allemaal wel zien. Maar dit is echt leuk. Ik vind het kleurtje vooral heel erg leuk. En ik heb dit zo'n topje ook al in het zwart. Oh, mijn elastiekje is los. Ik kan niet bij mezelf strikken. Dat is een beetje jammer. Goed, let daar niet op. Maar ik heb dus al dit in zwart. Maar dat is heel dun. Heel dun apart stofje. Heel chill hoor. Maar dit is echt zo'n dik stofje. Dus dan heb ik er nog één in het oud roze. En gewoon hele mooie aansluitende strakke mouwtjes. En deze is €24,95. En die heb ik ook in een maatje S. Tenzij het allemaal one size was. Maar volgens mij kun je gewoon maten aangeven.
Maar voor de rest is het dan anders gewoon een S. Nou, dat was Tesfi. Echt een heel leuk merkje. Ik heb er weer een ontdekt. Dus dat is gevaarlijk, maar ook heel erg leuk. Nou, en dan gaan we voor nu naar de laatste doos. Er komen dus nog twee pakketjes binnen. Die komen nog hierna in de video. Maar ik kon niet wachten om dit alvast open te maken. En de laatste doos is ook echt gigantisch. Ik vraag me echt af wat erin zit. Oh, dit is toch helemaal bizar. Kijk dan. Dus, die gaan we openmaken. Retourneren. Nou, dat hoeft waarschijnlijk niet. Eventjes kijken. Het eerste pakketje is ook echt ingepakt. You are so loved. Nou, thank you. Welk merk is dit? Oh, hier. Een kaartje. Ook weer heel erg leuk. Een pantertje. Ik ben helemaal gek op panter. En dit is dus van het merk Must Have District. Ook super leuk. Instagram account hebben we. Goed, eerste item is... Oh ja, heel leuk. Ja, deze trui. Het is gewoon een lichtblauwe, babyblauwe trui. Heel mooi gehaakt. Dus dat is top. Best wel luchtig, dus dat is ook wel weer fijn voor nu straks. En hij heeft dus gewoon een ballonmouw zoals we eigenlijk allemaal nu hebben. En dan sluit hij hier weer aan. Vind ik persoonlijk heel erg mooi aan een trui. Want dan creëert je toch wat meer detail. Dus dat vind ik heel erg nice. En ja, hij valt ook best wel breed. Zoals je kan zien. Echt mega breed. Maar dat vind ik juist wel leuk. Want dan krijg je een beetje dat puffy effectje. Dat is jammer. Nee, oké. Dan moet je echt even in de beschrijving kijken. Dan weet ik dus niet hoe duur die was. Maar goed, dat kun je dan wel in de beschrijving zien. En volgens mij was dit one size. En anders was het gewoon een maatje S. Staat er ook niet op. Dus deze lichtblauwe trui. Oh, deze trui is echt zo leuk. Maar ik wil bij deze even bijzeggen. Want dat is altijd fijn, vind ik, om te weten bij truien. Hij kietelt niet. Dus dat is echt top. Hij is echt super zacht. Ik heb er ook geen hemdje onder. En dat vind ik ook mooi aan deze trui. Dat hij dus hieronder weer aansluit. Maar hij kietelt niet. En dat is echt top. Dit is zo'n playsuitje, ja. Heel mooi. Dit is namelijk een mintblauw of mintgroenige playsuit. Super nice. Eigenlijk weer net zoals die van Come Get Fashion, heel chic. Maar goed, deze is dan een mooi kleurtje. En ja, ik kan er niks anders van zeggen dan dat ik hem heel erg chic vind. En ook de knopen zijn gewoon in dezelfde kleur blauw. Dus dan vallen die ook minder op. Mooi kraagje. Hij is ook wel wat steviger hier. Dus dat is fijn. En hij heeft ook een mooie band. En aan de achterkant een nepzakje. Dus, oh, en aan de voorkant heeft hij een echte zak. Deze zal denk ik wel iets van de 60 euro zijn of zo. Ik weet het niet helemaal. En deze heb ik in de maat S. Dat staat er wel op. Oh, ook deze is echt weer enig. Kijk nou één keer. Alles past gewoon zo mooi perfect. Tot nu toe. Ja, echt super mooi. Super chic. Leuk die knoopjes zo, strikje. Leuk kleurtje voor de lente straks als het iets warmer is. Heel leuk. Goed, dan gaan we door naar het volgende item. En dat is dit spijkerding. Op beeld lijkt hij super felblauw. Maar hij is eigenlijk echt best wel mooi gewassen donkerblauw. Niet zo fel als op beeld, maar goed. Hoe noem je dit? Een jasje. Spijker, gewoon een spijkerjasje, maar hij loopt wat langer door. En dan kun je hem hier nog mooi strikken met een band. Vind ik zelf wel heel erg tof, zodat je een beetje dat taille effectje creëert. Zo, ja, nou ja, hè. Hij is heel mooi stevig, echt super dikke kwaliteit, dus dat is wel heel erg fijn. En hij heeft drukknoopjes, dus dat is eigenlijk ook wel super tof. En hij heeft een heel mooi kraagje, gewoon, het zit gewoon heel erg stevig, waardoor de vorm ook wel gewoon mooi blijft zitten. Dus, heel leuk, ik hoop dat ik hem uiteraard weer pas. Zo is de achterkant. En ja, ik vind de wassing heel erg mooi, want hij heeft dus wel verschillende kleuren denim. Zoals je kan zien. En dat vind ik wel super tof. Dus dit met een zwarte leren legging of zo. Is wel super stoer. En deze heb ik ook in de maat S. Dus deze. Oeh. En dan gaan we alweer naar het laatste item van Must Have District. En dat is dit cadeautje. Een schoenendoos. En ik weet welke schoenen hierin zitten. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar eerst zit er nog een riempje in. Dit vind ik heel leuk. Want dit is gewoon een zwart riempje met gouden details. En dit vind ik heel leuk om te strikken of te knopen. Ik werk zelf in een kledingwinkel. Dus daar zie je dat ook echt heel erg veel voorbij komen nu. Dat je hem dus zo omdoet. En dan doe je dit slurfje, zeg maar. Zo. En dan doe je die
ja, het is een beetje lastig om te laten zien daartussen. En dan strik je hem aan en dan heb je dus eigenlijk zo'n ding. Hè? Goed uitgelegd. Maar goed, dat vind ik dus heel erg leuk. En dat kan ook met deze riem, want hij is best wel lang. Maar goed, dit riempje dus. En volgens mij is dit gewoon one size. En was deze 20 euro, want hij was volgens mij 19,95. En toen dacht ik nog, oeh, mooi prijsje. Dus die. Kijk, ik heb dus nu dit setje aan. Een rokje. Met de riem. En dit chiqueltopje. En dan gaan we alweer naar deze laatste paar schoenen van dit merkje. Must Have District. Enig. Ik zeg het gewoon nog een keer. Enig. Enig. Oh, heerlijk. Ik wil deze schoen al zo lang. En nou heb ik ze. Nice. Dit lijken dus heel erg op de Dr. Martens. Ze zijn niet echt. Maar ze lijken er wel op. En hier heb je dus zo'n mooi geel detail. Dat zie je ook bij de echte. Maar het maakt me echt gereed uit of die echt of nep is. Want de echte loopt volgens mij heel erg kut. En ja. Volgens mij heeft iedereen zulke paar wel. Dus heel erg chill. Ze zijn dus mat. Dus een soort van Dr. Martens lookalike. Ben ik heel erg blij mee. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ik heb ze in een maatje 39. Dus ik hoop dat ik die pas. Want soms vallen ze groot en klein. Ik heb wel gevraagd of ze naar maat vallen. En ze vielen naar maat. Dus ik heb gewoon mijn eigen maat gedaan. 39. En deze was 39,95. Dus dat is echt een koopje voor schoentjes. Laarsjes. Dat was hem voor nu. Ik schakel nu over naar de andere pakketjes. Die komen hier dus nog achteraan. Er komen dus nog twee pakketjes. Die zijn ook mega leuk. Dus daar wacht ik nog even op. Dus blijf kijken. Ik heb hier een heel schattig envelopje. Dus die gaan we ook even openmaken. Ik denk sieraden, want het is wel heel klein. Nou, dit is van Sieraden by Celine. Celine staat hieronder. Daar heb ik het een en ander van ontvangen. Oh, deze vind ik leuk. Ik heb namelijk bij een andere webshop, by Sure, heel veel sieraden dus besteld van 50 euro. En daar zit ook zo'n armbandje bij met bedeltjes. Nou goed, en nu heb ik dus nog een armbandje met bedeltjes. Zoals je kan zien. Ik heb hier een tijgertje, een vallende ster of zo, een hartje, een sterretje en een anker. Ja, en dit vind ik dus heel erg leuk om dan straks allemaal om te doen. Oh, hij is wel een beetje groot. Dat is een beetje jammer. Want dan heb ik dus straks een hele rij vol. Want ik heb dus nog meer besteld. Met van die bedeltjes. En dat vind ik wel heel erg leuk. Want ik hou wel echt van bedeltjes en armbandjes. Dus deze. Nice. En dit is gewoon met zo'n elastiek. Dus dat is wel chill. En dan nog het een en ander aan oorbelletjes. Deze gouden oorbelletjes. En dit zijn dus tijgertjes. Dus die vind ik echt heel erg schattig. Van die pantertjes. Dus die. En deze. Dit zijn wel denk ik mijn favorietjes. Een rondje, een cirkeltje. Kijk, met sterretjes eraan. Met goud. En het is dus weer allemaal goud. Dus die oorbelletjes heb ik ook nog ontvangen. Dat is ook wel heel erg leuk voor je tweede gaatje of zo. Ik heb drie gaatjes dus. Dus dat is wat ik ook nog heb ontvangen van Sieraden by Celine. Yay. Ja, doe iets goud. Oké. Heel toevallig is net het pakketje binnengekomen. Dus dat is wel heel snel. Want die hebben ze gisteren opgestuurd. Dus die gaan we openmaken. En dan moeten we nog één pakketje op wachten. Maar ik denk dat die morgen of zo komt. Ligt eraan. Dus daar wachten we nog op. Maar ik heb schoenen gekregen. Van een merkje Raved Must Haves. Ja, het staat hier eigenlijk overal op de verpakking. Maar goed, ik zal het hieronder weer linken. En dit zijn echt super coole schoenen. Ja, jij vindt dit echt vreselijk, schat. Ja, zeg maar niks. Maar ik vind ze echt super cool. Oh my god. Ze zijn dus wit. Helemaal wit. Maar ze hebben dus echt super vet. Hier van die gouden details. Dus deze. En hij is wit, maar hij heeft zeg maar hier doorheen nog een soort ja, krokodillen of slangenprintje. En dat is dan iets gebroken wit, zeg maar. Dus dit is wit met gebroken wit. Details. En dan dus deze coole veters. Dus hier ben ik echt mega blij mee. Yay, met gouden details. Dat is echt cool. Dus dat is van Raved Must Haves. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jij het een leuke video vond. Uiteindelijk heb ik op sommige pakketjes wel wat langer moeten wachten dan normaal. Maar dat geeft natuurlijk allemaal niet. Maar daardoor is deze video ook wat later online gekomen dan dat ik had gewild. Ik had het echt al 2 weken geleden bedacht om dit te doen. Of als jullie dit zien, misschien al wat 3 weken geleden. Maar goed, dat geeft allemaal niks. En ik ben super mega verwend. Echt heel erg blij mee.
Alles vind ik leuk. Ik vind echt oprecht alles leuk. En ik ga het zo gelijk passen. Jullie hebben het kunnen zien door de aanbeelden door. Hoe het allemaal zat. En ik hoop dat het allemaal past. Maar we gaan het zien. Maar goed, ik wil jullie dus heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil de merken bedanken voor het opsturen hiervan. Ik ben er heel erg blij mee. En ik hoop dat jullie een kijkje nemen. Ook gewoon in de beschrijving. Mocht jij dus een item willen of weet ik veel. Geïnteresseerd zijn. Nou ja, je kan in ieder geval alle informatie in de beschrijving vinden. Met de bijbehorende merkjes erbij. En ja, heel erg verwend. Heel erg blij mee. En ik ga nog jullie ook gaan verwennen op mijn Instagram. Er lopen al meerdere winacties. En er komen nog wat winacties aan. Dus mocht jij mij nog niet volgen op Instagram. Mijn Instagram is @floordelver. Dus jullie hebben wat te doen na deze video. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei! Oh, en trouwens, als ik vragen krijg over deze blouseje. Die is van Naked.